Dit is Sterrenpaleis. Hoe denkt het publiek over drie bekende Nederlanders? Vinden we ze geweldig, ontroerend, zielig, saai, fantastisch? We gaan er vanavond achterkomen samen met Carlo Boszart. Goedenavond thuis, welkom bij Stergeheim. Nou, de sfeer zit erin, hè? Kan niks meer misgaan. Vanavond drie voetballers. En ik weet zeker dat u daar een mening over heeft, want het zijn drie pittige. We gaan beginnen met de eerste. Hij zat bij Ajax. Hij werd afgekeurd voor zijn rug. En nu speelt hij bij Vitesse. Hier is Robbie Alphen. Even rennen. Gaan we gelijk door. Hij maakt een gezellige carnavalshit over Jomanda. Hier is René van der Gij. Dag René. En hij is een geweldige. En vooral voor de dames, hier is Rob Witsche. Hartstikke applaus. Ik heb hartstikke applaus. Hallo mannen. Nou, ik hoef het niet meer uit te leggen. Jullie weten waar het over gaat, hè? Wat dan? Nee, ik leg het jullie nog een keer uit. Gijs, zit je goed? Ja. Nou, ik ga jullie stevige vragen stellen. Ik heb ze hier. Ze liegen er niet om. Loop niet weg. Maar waar kun je punten mee winnen? Waar kun je mee scoren? Want dat willen jullie natuurlijk altijd. Leuk. Toch, ja, Rob? Tuurlijk, ja. Om zo goed mogelijk in te schatten hoe het publiek over je denkt. Nou, hoe weten wij dat nou weer? U heeft allemaal stemkastjes. Hebben ze ze nog of niet? We hebben nog stemkastjes. Kunnen we steeds kiezen tussen een van jullie drieën? Maar waar doen we het nou weer voor? We hebben de Walk of Fame. Zit je niet goed op je stoel? Ja, hij wipst steeds een beetje. De Walk of Fame. Het is een plaat. Is het, je kan je hand afdrukken, maar je kan ook je voet afdrukken. Je voet afdrukken voor voetballers lijkt me wel leuk. En dat krijg je dan. Wat zit je me nou aan te kijken? Waarom leuk voor voetballers? Toch leuk, zo'n steen? Waarom die hand niet? Nou, dat mag ook. Maar je bent geen keeper. Ik dacht leuk voor je. Leuk, toch? Ja, is je kan je naast de hand van de tocht kun je liggen. Had jij gedacht dat je naast de hand van de tocht kon liggen? Heb je gewonnen? Huh? Heb ik alles gezegd? Nee, want we willen weten wat voor imago jij denkt te hebben bij het publiek, Rob. Hoe zien de mensen jou? Hoe zien de mensen? Ik denk gewoon een rustig persoon. Kalm. Ja, heel rustig. Goed. René, hoe zien de mensen jou? Hey. Ik zou het echt niet weten. Ik heb in ieder geval als voetballer alles aan gedaan om niet serieus genomen te worden. En nu doe je er van alles aan. Nu doe ik er van alles aan om wel serieus genomen te worden. Hoe gaat de hit ook weer van Jomanda? Want hij was geweldig. Ja, nee, het was inderdaad geweldig. Ah, een klein stukje. Geef me hoop, Jomanda. Hoe ging je nou? Geef me hoop, Jomanda. Nou, ze zingen het allemaal mee. Ja, natuurlijk wel. Je hoort het al. Rob? Ja, ik denk dat ik als een vrij serieus iemand ook te boek sta. Nee, het kan allemaal nog veranderen, jongens. Ja. Zullen we maar beginnen? Ja. Gezellig, hè? Hier komt vraag 1. Nou. Oké, heren. Vraag 1. Je bent voor een wedstrijd bij in Engeland. En ter ontspanning maak je een lekkere strandwandeling. Je stuit... Ja, je had het niet verwacht, maar het gebeurt echt. Je stuit op prinses Diana... die naakt achter een rots ligt gedrapeerd. Ja, nou heb je heel toevallig, heb je een fotocamera bij je. Wie maakt er een foto? Kan Tom opleveren? Die denkt van nou, lekker fotootje maken. U mag een keuze maken. Wie maakt de foto? De stemming zit erin. Rob Witsche, zou jij de foto maken als je Diana daar zo ziet liggen in de Naki? Nou, ik zou misschien wel een foto maken, maar niet om dat verder te verkopen. Wat doe je dan met de foto? Gewoon in bewaren, gewoon. Voor de familiekring. Familie. Heeft het publiek jou gekozen, denk je? Nee, ik denk het niet. Wie dan wel? Ik denk Alphen. Ja? Ja. Robbie Alphen. Rob, zou je het doen? Nee, ik zou het niet doen. Ik weet niet of ze al, als ze af is gekocht voor die scheiding, dan zou ik misschien aanpappen. Maar ik zou het zelf niet doen. Ik zou geen foto's maken. Nee. Ik zie mijn buurman er wel toe in staat. Ja, en dat denkt het publiek ook. Ja. Nou, wil ik graag zien, moet je even draaien. Ja, ik ga draaien. Geweldig ding ontworpen. Even wennen. René,
Nou, ik zou een fotootje maken, ja. Ja, maar ja. Ik denk dat het niet bij een fotootje blijft, René. Nee, ja. Nou ja, als ik zelf die bodyguards elke om erheen ziet, hoef je ook niet verder te gaan ook, maar... Ik zou snel een fotootje maken. Ja, en dan verkopen aan de roddelbladen en dan flink veel geld voor mee verdienen. Dat zou je niet doen? Nee, ik denk het niet. Maar heeft het publiek jou gekozen? Nou, ik denk het wel, ja. Ja? We gaan kijken. Naar wie gaan de meeste stemmen? 67% en die gaan naar René. Jawel. Ja. Even kijken. Naar de punten. Rob Alten krijgt 2 punten. René krijgt ook 2 punten. En Robbie Witt krijgt helemaal niks. Je vrouw staat op het punt te bevallen. Vlak voor een zeer belangrijke wedstrijd. Wie gaat er toch voetballen? Maak uw keuze. Wie zegt ja, ik ga wel even voetballen hoor. Je bevalt me helemaal alleen. René. Had je dat gedaan in jouw tijd? Nou ja. Het ligt natuurlijk aan of het de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde is. Maar bij de... Gaat het nee. Vragen. Kijk, is ik het heb... de eerste, de tweede, de derde of de vijfde? Hallo? Of het de eerste, de tweede, ik heb een keer met Van Breukelen, die ging met de achtste nog... die ging met de achtste nog terug naar huis, geloof ik, die Hans Van Breukelen. Dus. Geen naamwoord over Hans Van Breukelen hier, hè? Maar zou je het doen? Ga je dan terug? Vind je dat belangrijk? Als het de eerste kind, als je het de eerste kind is? Ja, vind je wel belangrijk. Toch wel. Ja. Heeft het publiek jou gekozen? Want op de vraag, wie gaat er toch voetballen? Nee, je weet het niet. Ik denk dat ze mij wel gekozen hebben, jou. Ja? Ja? Ja, laat me staan het bordje. Ik geloof waarom dat de hele avond kan blijven staan. Ja. Robbie Alf. Ik stop een pieper in mijn broek, denk ik. En ik ga wel gewoon voetballen. Een pieper in je broek? Ja, als het mocht gebeuren onder de wedstrijd, kunnen ze me oppiepen. Dan word ik gewisseld, maar ik zou wel gaan voetballen. Ja, dus ja. Dan sta je dat de voetballer vlak voor je een doelpunt gaat piep, maken. Piep, hey, piep, en dan ben ik weg, jongens, hey, sorry. Jongens, tot ziens. Ja, 1-0. Heeft het publiek jou gekozen? Wie gaat er voetballen? Wie laat zijn vrouw in de steek? Ik denk dat ze René gekozen hebben. Ik laat, ja, dat is makkelijk. Dan kan ik hem laten staan. Ja. Robbie Witscher. Nee, ik zou niet gaan voetballen. Nee. Nee? Nee, zeker bij de eerste niet. Rob bij gaat de 9 maanden thuis zitten. Heeft je het publiek jou gekozen? Nee, dat denk ik ook niet. Ook weer een nee? Ja, ik denk ook even nee. Jongen, jongen. Weer een nee. Nou, laten we zien dan. We hebben 3 maal een nee staan. Hij draait en hij draait 48% en die 48% die gaan naar Robbie Alphen. Huh? Zo, jij laat je vrouw in de steek volgens het publiek. Ja, het spijt me. Vraag 3. Je krijgt voor veel geld het aanbod om mee te doen aan een ondergoedcommercial... die een jaar lang gaat lopen op de televisie. We laten jullie even zien hoe het ondergoed eruit ziet. Dan heb je een beetje een idee. Kom maar binnen. Pittige heren. Hoi. Ja. Dat is een leuk ondergoed, hè? René en dubbel Rob. Ik zou even zeggen, je denkt zo, nou, het valt wel mee, dit ondergoed. Maar er zit nog wat onder, hè? Want dit is maar even puur om op te komen. Laat me even zien hoe het er echt uitziet, jongens. Oh, ik ga even weg. Laat maar zien. Oh! Dat is toch niet heel goed, joh. Ik zal er even wat over zeggen. Dit broekje is 450 gulden. Het is een olifantmontuurtje. Het is echt zijde. Ik weet niet, wilt u het voelen, mevrouw? Het is wel. Nee. En er zit dus er zit niks achter, hè? Wil je er even omdraaien, dat we het even kunnen zien? Er zit niks achter. Hier hebben we de people onderbroek. 895 gulden en 23 cent was het, geloof ik, hè? Er zit ook een belletje aan, hè? Of niet? Een belletje? Nee, oh, dat is een straf. Dat is deze. Dit is een... ja, je hebt geen microfoon, dat konden ze moeilijk opspelen, dus ik zou het wel zeggen. Dit is een... ja, het is een... Wat is het voor motiefje? Het is... ja, wat is het? Het is... En dan hebben we daar een krokodil. Hij bijt niet, maar het ziet er wel hartstikke leuk uit, een krokodil. Dus de vraag... je wordt dus gevraagd om een goed commercial dat een jaar te tonen. Hey, dus jij moet het aandoen. Wie zegt van nou, dat vind ik wel gezellig. Ik doe dat wel. Maak uw keuze. Wie zegt van nou, pittig onderbroekje.
Zit het nou lekker? Ja. Zit even hierin. Het zit lekker. Lekker. Robbie Alphen. Nee, toen ze binnenkwamen dacht ik van nou dat zou ik wel durven, maar hier begin ik niet aan. Nee, oh, absoluut niet. Nee. Je vindt het te luchtig. Ja, het is niet, nee, het is niet mijn kleding, nee. Wie heeft het publiek gekozen? Nou, hier durf ik mijn joker wel op in te zetten, maar ik heb hem nog niet. Nee, ik mag je pas in de ik laat hem gewoon staan. Mag van pas na de commercial break. Ja. René, ja, dat kan je niet missen. René? Ik zet Rob. Ja? Waarom Rob? Waarom Rob? Ja, ik denk dat Rob het grootste kans heeft om een slurfje vol te krijgen. Rob? Nou, ik zet hem weer op René, want ik weet dat hij... Hij heeft drie van die onderbroeken heeft thuis. Ja, welke zou je echt uitkiezen? Als het nou echt moet, Rob, welke zou je nemen? Nou, er zit mij iets te veel stof aan. Oké, nou, laat maar zien. Wie gaat dit doen? Wie doet de onderbroek aan? Laat maar zien. Ja. 61%. Robbie Witt. Jongens, ontzettend bedankt jullie allemaal. Ik wil even ontzettend groot applaus voor deze moedige heren, want het is wat... Weg. Nou, we hebben het gezien. Even kijken, Robbie Witsche. Geen punt, hè? Niemand heeft Robbie Witsche gezegd. Oké, volgende vraag. Tjonge, jongen. De dag voor een beslissende wedstrijd fiets je langs het kantoor van de ploeg tegen wie je de dag daarop moet spelen. Kun je nog volgen? Nee. Nog één keer. De dag voor een beslissende wedstrijd. Fietsen langs het kantoor van de ploeg tegen wie je de dag daarop moet spelen. Ja, nou snappen we hem wel. Je ziet jouw keeper van jouw ploeg, die zie je samen met de trainer van de tegenpartij. Schijnbaar, ja, ze schudden elkaar de hand, ze zijn iets overeengekomen. Ze zijn blij, ze lachen. Je denkt van, wat raar toch eigenlijk, maar je besteedt er even geen aandacht aan. De wedstrijd speel je die dag daarna. En jouw keeper maakt een enorme blunder waardoor jullie verliezen. Wie meldt het voorval van de vorige dag bij zijn trainer? Wie zegt, hé, dat heb ik even gezien. U mag een keuze maken. Robbie Witsche zit me heel boos aan te kijken. Jij zit nee, ik zit je niet boos aan te kijken, jongen. Nee. Vertel. Nou, ik denk dat ik toch even naar de keeper zou gaan, inderdaad, om te vragen. Maar niet naar de trainer? Nee, in eerste instantie niet, nee. Nee. En dan zou ik even vragen... Waar ging het over? Ja, waar het over ging, ja. Ben je gekozen door het publiek? Hè, de vraag is wie vermeldt het voorval bij zijn trainer, hè? Ja, ik denk het wel. Ja? René. Je zit alweer naar Robbie. Ja, ik zeg ook Rob. Ja, toch wel? Ik zeg ook Rob, ja. Rob is het eerlijkst? Ja, ik denk het wel. Robbie? Nee, ik stem op mezelf. Ik zou naar de keeper toe gaan en ik zou... Maar het gaat vooral om wat het publiek denkt, hè? Ja, ik zou de helft vragen van wat hij gekregen heeft. Waarschijnlijk is hij omgekocht. Ja. Maar ik stem op mezelf. Ik denk dat het publiek voor mij... Laat maar zien. De meeste stemmen. We gaan het zien. Wie is er hier eerlijk? 41%. Dat is dan toch de meerderheid. En die gaat naar Robbie Witsche. Ja, Robbie. Hallo. Ja, heerlijk, jongens. Even kijken, punten. René heeft 2 punten en Rob, jij hebt ook 2 punten. Dat gaat goed zo. Vraag 5. Je vrouw krijgt een fantastische baan in het buitenland. En ze kan het... Hallo, letten we wel op. Er zit hier een lampje, hoor. Het is een kort bloed, hè? Misschien moet je dat ene broekje even aandoen. Dat onderbroekje is wat minder waard. Gaan we verder. Je vrouw krijgt een fantastische baan in het buitenland aangeboden... en ze kan het dubbele verdienen wat jij normaal gesproken kan krijgen. Het dubbele. Wie van de heren zegt zijn eigen carrière vaarwel en gaat met haar mee? Zo. Beetje macho-cultuur, je weet hoe jullie zijn, toch? Hè? Zijn toch bezig met hun eigen carrière. Oké, stemming zit erin. We houden nog even vast, want we gaan even naar de reclame. Willen we even het broekje proberen, toch? Even stiekem? Ja? Ja. Wij gaan het even doen en we zien u straks na de reclame terug. Tot straks.
102. 83. So this is love. 79. So this 66. Is ik weet niet precies hoe oud mijn opa is. Maar hij leeft veel jonger dan vroeger. Een hele dag plezier in Disneyland Parijs. 50 gulden voor kinderen, 65 gulden voor volwassenen. Wie droomt er niet van? Altijd, als ergens op de wereld een nieuwe dag begint, begint hij ook met ADO. Een wereldnaam voor gordijnen. Want ADO siert de vensters van de wereld. Veelzijdigheid en smaakvolle dessins. Dat is ADO International. ADO, die met de gouden draad. Hey, look who's back, man. I'd use her up, get myself out of this hellhole. What are you talking about? You could get me out of here. Ze wilde ontsnappen uit haar saaie leventje. En met de hulp van een paar gedetineerden kreeg ze dat vliegens vlug voor elkaar. She was supposed to lead those poor souls to Jesus. People use people. Ze werd verliefd op een gevangene. En daarmee begon een hele hoop ellende. The Outside Woman met Scott Glenn is morgen de ware woensdagavondfilm van RTL 4. Zin in een andere haarkleur die past bij de nieuwe voorjaarsmode? Ga naar DA. Ik als DA-drogiste adviseer de nieuwste Henna Plus botanische kleurcreme. Long Lasting Hair Color. Het verzorgt uw haar natuurlijk met 100% kleurdekking. Henna Plus botanische kleurcreme. En bovendien krijgt uw haar nog een schitterende glans ook. Hey. Zou jij niet eens aan je huiswerk beginnen? Hm? Een NVM-makelaar blijft tot aan zijn pensioen leerplichtig. Dat houdt hem scherp. En zo blijft hij de betere makelaar. Morgenavond bij Tineke en de Paranormale Wereld. Uniek beeldmateriaal van vliegende schotels in Rusland en in Mexico. Veruit 20 schoolkinderen in Zimbabwe die een ongeïdentificeerd vliegend object hebben zien landen. En van de ufonauten een boodschap hebben gekregen. En een jonge vrouw die openhartig vertelt over haar ervaring met wezens die mogelijk niet van deze planeet afkomstig zijn. Morgenavond Tineke en de Paranormale Wereld. Om 5:05 bij RTL 4. Ik adviseer Henna Plus nu bij DA met gratis kam. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Sterrengeheimen. Waar we nu ook de sterren in kunnen zetten. Als je er zeker van bent van nou, zo of zo gaat het publiek stemmen, dan kun je dat doen. Hij is 5 punten waard. Nee. Ja, ik begrijp het. Ja? Ja. Okay. Normaal gesproken is het goed, dus 2 punten, maar nou 5 punten. De vraag is nog steeds, wie van de heren zegt zijn eigen carrière vaarwel en gaat met zijn vrouw mee naar het buitenland? Rob, zou jij dat doen? Nee, ik zou gewoon lekker hier blijven voetballen. Mijn vriendin dan naar het buitenland. En dan, ja, dan zien we elkaar af en toe en we bellen regelmatig. Dus ik zou toch gewoon hier blijven. Maar ik zie Robbie er wel toe in staat. Ja? Robbie zou lekker meegaan, denk ik. Dus je belt af en toe je vriendin, maar je denkt dat het publiek Robbie kiest? Ja, ik denk dat het publiek Rob Robbie kiest. Ja. René? Ik denk ook dat het publiek Rob kiest. Waarom? Ja, een beetje, ja. Gewoon dat hij nu met die fijne affaire staat. Je voor dat zijn vrouw iets zou vinden in het buitenland. Zeg, zou, dat, hè, zou die van de Erik daar blij mee zijn of niet van? Rob? Nou, wie heb ik staan? Ja. Jezelf nog? Ik hou het ook op mezelf, want ik denk wel dat ik nee zou gaan. Ja. Niet zozeer omdat... kijk, ik ben ook gek op voetballen, maar... Ik denk dat het voor haar ook wel leuk is. Ik heb na een paar jaartjes heb ze voor mij gekozen. Dan zou ik wel dit keer voor haar... Wat een held, hè? Waar blijft het applaus? Ja, geweldig. Ja, heel goed. En we gooien er meteen in. Joker in. Oké, nou, laat me zien. We hebben 1 joker. We hebben 3 maal Robbie staan. Die gaat samen met zijn vrouw lekker naar het buitenland. 85%. Nou, laat me zien. Jongens. Er ligt daar een joker op de grond. Nee, mis. Weet je hoeveel dat kost? Nee. Nou, toen lig je het nog. René, niemand heeft voor René gekozen, dus geen punten. Volgende vraag.
Je ziet een van je teamleden... in de shampoofles van de trainer plassen. Oh, nou snap ik hem. Oh, nou snap ik dat geluidje ook. Dat vind ik ook. Ach, natuurlijk. Wie zegt er niets tegen de trainer? Wie houdt zijn mond? Maak een keuze. René. Ja, ik denk dat wij alle drie niks tegen de trainer zeggen. Nee, nou, maar... We vullen hem bij. We vullen hem bij. Wie zegt er niets tegen die? Ja, jullie zijn alle drie. Wat, wie heeft het publiek als de grote belhamel uitgekozen? Wie er niets tegen de trainer zegt? Robby. Ja? Robby, ja. Rob? Rob Alphen? Degene die niks tegen de trainer zegt. Ja. Maar ik houd het op René. Ik houd het op René. René? Ja, 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 ja. Even draaien. Heel goed. Rob? Nou, ik denk ook niet dat ik wat tegen de trainer zeg. Nee, nee hè? Nee. Ik weet het wel zeker. Kijk, hè? Ik houd het ook op mezelf, ja. Oké. Okay. Nou, laat me zien dan. ...51%. Wie zegt er niets tegen de trainer? Robby! Robby Witscha! 2 punten voor René en dan 2 punten voor Rob. Je zit tijdens het WK met je ploeg in een zwembad. En er zitten een paar dames bij. Dat is ooit eens voorgekomen. Er wordt een fotootje gemaakt. Ik laat even de foto zien. Kun je het goed zien? Er zitten een paar lekkere dames bij. Nou, jullie vrouwen die zien die foto in de krant staan de volgende dag. In de Telegraaf of zo, of het Algemeen Dagblad. En die worden natuurlijk ontzettend boos. En die bellen natuurlijk gelijk naar het hotel. Hè? Toch? Dat zou jullie vrouw toch doen? Hallo? Ja. Ja, oké. Okay. Ik krijg ook zoveel feedback van jullie, hè? Geweldig. Wie zegt tegen de receptie... En moet je eens luisteren, ik word waarschijnlijk gebeld door mevrouw. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Geen telefoontjes. Wie zegt van nee, ik wil er niks van weten. Ben even niet te bereiken. Ben even plassen of zoiets dergelijks. Maak u keus. Wie is er niet te bereiken voor zijn vrouw als er toch zo'n foto wordt gemaakt? René. Robby. 100%. Nou, wat zou jij doen? Wat had je gedaan? Ja, ik weet het niet. Ik heb... Maar ik zag drie foto's van ons drieën, toch? Met z'n drietjes. Ja, jullie zitten met z'n drieën daar. Met die dames een lekker gezellig... Ja, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen... Ik zou die telefoon namens zijn op zijn idee geweest. Maar wat heeft het publiek die gekozen? Naar wie is het gegaan? Robby. Ja, het is een fout image, geloof ik, hè? Maar ik denk dat ik gewoon even naar huis zou bellen en zeggen... Sorry, maar dat is een misverstand. Hoe leg je zoiets uit dan? Ja, het is druk aan het zwembad en het kon niet anders dan naast hun. Ik bedoel, verder waren alle stoelen bezet. Maar ik kies voor mezelf ook. Ja? Ik doe het lichtje aan. Oké. Lichtje erop? Ik denk van de Gijp. Van de Gijp? Ja. Ja? Je kan je joker niet meer inzetten. Waarom, nee, die ligt daar. Waarom René? Nou, gewoon, dat denk ik gewoon. Ja. René, je wil niet je joker nog inzetten? We hebben nog niet. Vraag, dus daarna moet je dan inzetten. Ja, nee, daarna. Oké. We hebben tweemaal Rob en we hebben eenmaal René. Laat me zien. 50% en wat is het geworden? René! René. Het is René geworden. Rob Utzler krijgt 2 punten. En nou, je bent je joker kwijt. Ik ben kansloos. Kansloos. Laatste vraag. Ah, wat geeft het ook. Oh, jammer, het is ook inderdaad de laatste vraag. Dus René, de volgende vraag moet je me echt uit gaan delen, hè, Joke? Ja, dat doe ik ook. Dit is toch wel een pittig. Het is niet echt een lach, maar het is toch een zwaar dilemma. Je knie is er ernstig aan toe. En je weet dat hij kapot is als je geen rust neemt. Je staat op het punt mee te doen aan een belangrijke wedstrijd. En daarvoor kun je daarvoor komt de arts komt naar je toe. Je kunt een spuit krijgen. Dan voel je even helemaal niks. He, jullie zijn het beter bekend mee dan ik waarschijnlijk. Je voelt heb helemaal geen pijn. En dan kan je lekker de wedstrijd spelen. Alleen misschien maak je dan wel een aantal dingen in je knie stuk. De vraag aan het publiek. Wie kiest er voor de wedstrijd?
En dan kan dus de knie helemaal stuk gaan. Die zegt van nee, speel toch voor die wedstrijd. Belangrijke wedstrijd, ik doe er aan mee. Nou. Kans dat je knie zomaar kapot is. Rob. Ja, gevaarlijke vraag. Ik zou het niet doen, moet ik zeggen. Als ik weet dat ik banden of zo stukken maak, dan houdt het voor mij op, dan speel ik niet. Heb je wel eens voor dat dilemma gestaan? Nee, wel eens met mijn teen, een verdovende injectie in mijn teen, maar daar kan verder niks aan kapot, dus dat heb ik wel gedaan. Dan kun je je teen kan toch stuk raken? Nou, dat is bot gewoon, daar gebeurt weinig mee. Maar als er banden bij zitten en zo, kan je het beter niet doen. Dus ik zou het niet doen, maar ik denk dat als ze tussen ons moeten kiezen, dat ze wel Wie gaat de voor mij zullen kiezen. Ja. Toch? Ja, denk ik wel. René. Ik denk dat ze voor Rob kiezen. Rob, een beetje een bully fighter. Ik moet zeggen dat ik het wel... Ik had altijd wel ergens last van. Nee, serieus. Jij bent helemaal platgespoten voor de wedstrijd. Ik heb last van mijn enkel, vaak met teen, mijn gillespees. En ik heb het dan... Maar krijg je dat zo'n spuit of niet? Ja, wel vaker als één keer ook. Ik denk wel 30, 40 keer. Ja. Maar ja, maar je bent ik ben niks... er niet slechter door geworden. Ik loop nog steeds goed. En niks is kapot. Nou ja, ik heb wat schroeven in mijn enkel, dat soort dingetjes. Maar daar heb ik dan 's ochtends alleen last van als ik naar het toilet loop. Maar als ik dan eenmaal... dan valt het wel mee. Maar ik, heb het wel, ik zat niet zo heel goed in elkaar, hoor, als voetballer. Nee. Ik heb wel overal last van altijd. Kijk, Rob heeft volgens mij nog nooit ergens last van gehad. Of wel? Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus bij hem gaat het niet op. Dus ik denk dat ze voor Rob kiezen. Rob? Ik zou er ook niet mee spelen, nee. Nee? Nee. Ik denk, moet voor mij kiezen. Waarom dan? Nou, dat is één manier om te winnen. Nog. Huh? Oh, jij zit er niet over. Of voor jezelf. Nee, ik zeg of voor jezelf. Ik zou het hem even uitleggen. Maar... hij zit te verzinnen. Wij moeten gewoon voor mij kiezen. Nee, ik kies voor mezelf. Je moet jezelf kiezen. Hallo. Heren. Oh, dat kan ook. Ja, heren, ik ben de scheidsrechter. Hallo. Nee, maar juist, neem je jou niet. Waarom denken ze? Nee, 100% niet. Je moet voor mij kiezen. Rob, jou nemen ze allemaal. Rob, blijf deze allemaal zo'n killen, jongen. Hallo! Ja, zeg het maar. Zeg het maar. Dat kunnen we toch niet uitzenden, dit? Dat is toch verschrikkelijk? Rob, wie kiest het publiek? Gewoon dat jij wie kiest het, ik denk dat ze mij gewoon kiezen. Ja? Nee, jij gaat ervoor voor die wedstrijd. Dus ik kies jou toch niet. En René, je hebt je joker uitgedeeld, hè? Ja, ik heb hem mee. Natuurlijk. Ja. Oké, laat maar zien. Wie kiest er voor de wedstrijd? En het gevaar dat zijn knie helemaal kapot gaat. 68% en die 68% die gaan naar... Natuurlijk! 5 punten erbij voor René! En helemaal niks voor Robbie Witsche. De winst kon mij niet meer ontgaan. He? De winst kon mij niet meer ontgaan. Mag ik je wat zeggen? Ja, zeg het maar. Luister eens naar me. Je bent de winnaar van deze sterrengeheimen. Ja. Geweldig, hè? Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk, jongens. Bedankt. Graag gedaan. Nou, hoe vond je het? Viel wel mee, de vragen. Toch nog, viel mee. Ja, nee, ga je met me mee naar de Walk of Fame? Ja, blijf toch even zitten, even afsluiten. Hier in de studio allemaal bedankt voor het drukken. Gaat het met de vinger? Gaat het nog goed? Ja, oké. Thuis bedankt voor het kijken. We weten veel meer over deze voetballers. En tot de volgende keer. En we gaan nu naar de Walk of Fame, dus blijf nog even kijken. Dag, dag. Ga je mee, René? Jawel. Jawel, René. Nou, die is er uit. Ja. Gaat ie? Hij gaat op. Doe hem er maar in. Ach, je moet even goed drukken. Ja, aan de buit. Ja.